Dit gaat ook allemaal fout gaan, want ik ga een paar dingen tonen die met creativiteit te maken hebben in ons bedrijf. Eigenlijk alles behalve wat je hier toont, dus fake news, ten opzichte van kwaliteit. Dat houdt ons niet elke dag bezig natuurlijk. Wij zitten in het beroep van de goede journalistiek, dus dat is iets van elke dag. Wat veel belangrijker is, is de vraag die wij ons stellen, hoe we met digitale media even mooie verhalen kunnen vertellen dan wat we al decennia doen op papier. Hoe we met online video eindelijk kwaliteit kunnen maken, wat we al heel lang op televisie doen, dus lineaire televisie, en hoe je zoiets vertaalt. Het grote gevaar bij ons, en ik vrees bij jullie ook, is dat technologie, de hele digitale transitie, eigenlijk leidt tot een verzakelijking van ons beroep. Iedereen is bezig met effectiviteit, efficiëntie, data, technologie, tools. Jullie hebben daarmee te maken, jullie klanten willen niks anders horen. En in Ad Age stond nog niet zo lang geleden, are we living in an efficiency bubble, zoals je financial bubbles kan hebben. En ik moet eerlijk zeggen, ik herken dat ook in ons bedrijf. Ik werk al bijna 30 jaar in dit beroep en in het begin was ik gewoon uitgever. En toen ik uitgever was, ja, dan gaf ik een krant uit. We twee eigenlijk de morgen in België, onze left of center creatieve krant voor progressieve mensen en grote populaire het laatste nieuws. En ik vond beide trouwens even plezierig om te doen. En de spelregels waren toen bekend. Namelijk een krant, ja, dat drukte je op papier. Je had een aantal concurrenten. De spelregels waren heel duidelijk. En het ging maar over één ding. Doelpunten maken, winnen. Maar wel allemaal binnen hetzelfde spel. En pak weg. Het internet in het begin, ik denk dat de echte disruptie pas begonnen is met in 2007 toen de smartphone kwam en dan tablet 2010, weet ik allemaal. Maar dan zag je journalistiek die echt disruptie meemaakte. Vandaag is televisie aan de beurt. Televisie is veel later gedisrupteerd dan de pers. En toen ik uitgever was, lulde ik maar over één ding. Dat is, als de hoofdredacties beslissen met hun redactie wat ze brengen. Maar als uitgever praatte ik van 's ochtends tot 's avonds, lulde ik over hoe we deden. Was het goed gedaan? Hebben we goede koppen? Het klopt onze layout? Is de opbouw van die kranten goed? Wat doen we op zaterdag? Welke bijlagen, et cetera, et cetera. En dan zaten we uren en uren gewoon na te denken. En ik liet mij altijd inspireren. En ik hoop dat dat ook creativiteit is, in welke kunstvorm het ook mogen zijn, is je kijkt naar wat bestaat, je kijkt naar wat je inspireert, je zegt maar als ik dat en dat nu eens zou combineren, kunnen we er dan iets aan toevoegen en dan wordt het weer iets nieuws. Want ik denk dat het een evolutief proces is en heel soms heb je mensen natuurlijk die iets totaal nieuws bedenken, dat zijn dan de genieën van onze tijd. Maar het is al heel pretentieus van te denken van jezelf dat je zelf al enige creativiteit hebt laten staan, dat je dingen helemaal gaat uitvinden. Ik heb in heel mijn carrière nooit, geen enkel, denk ik, origineel idee gehad. Nooit. Maar ik heb wel heel veel gekeken naar wat er in het buitenland gebeurde. En dan kwam ik terug en dan zat ik vol enthousiasme en dan had ik dat in mijn hoofd vertaald naar wat ik denk dat voor onze markt zou kunnen werken. En dat heet dan misschien creativiteit. Ik zou twee dingen willen tonen die hoe we bij de persgroep vandaag omgaan met die hele grote vraag die erin bestaat om te zeggen, kijk, als je decennia en wat kranten betreft zelfs eeuwen hebt kunnen oefenen om tekst, beeld, infographics, om dat allemaal in een krant te brengen, verhalen te vertellen, te schrijven, juiste koppen, onderkoppen, bijschriften bij foto's en alles wat je wil. En je hebt het boeiendste van het boeiendste gemaakt, en dat is ook boeiend, een heel goed gemaakte krant, nog altijd een formidabel product. Hoe ga je dat doen wanneer de wereld digitaal wordt? En wat wij tot op heden hebben gedaan, ja, ik schaam me dood natuurlijk. Je gaat, stel dat je abonneert op een e-paper, wat krijg je? Een pdf van de krant. That's what you get. Ga je naar de app, die zien er allemaal hetzelfde uit. Allemaal postzegeltjes met titeltjes waar dan minder clickbait dan een paar jaar geleden, maar het is toch altijd hetzelfde. Nu, ik ga iets tonen en alles gaat vanaf nu helemaal fout gaan.
maar ik toon het toch graag, is waar je soms inspiratie vandaan haalt en hoe de dingen dan evolueren in je eigen bedrijf.